Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Want in deze video ga ik mijn kamer weer opruimen. Het is alweer een tijdje geleden dat ik zo'n video heb gemaakt. En aangezien het wel weer een beetje troep werd, dacht ik, ik ga er weer eens een keer een video over maken. Want ik vind opruimvideo's zelf ook best wel leuk om te maken. Misschien dat jullie dan ook ideeën kunnen opdoen en inspiratie voor je eigen kamer. Dus laten we snel beginnen met deze video. Oké, dan ga ik verder met het volgende deel van mijn kamer. Vooral het gedeelte van mijn kaptafel hier zo. Want ik wil het ook wel een beetje anders hebben aangezien ik er een beetje op uitgekeken ben. Daar hangen nog kerstlampjes, die wil ik ook nog even weg hebben. Dus ja. Nou, dit deel is in ieder geval een beetje meer opgeruimd. En ja, op zich is dit al wel goed. Hier zitten allerlei dingen in en ik heb dit pas nog uitgezocht. En hetzelfde geldt voor deze kant. Alleen dit deel hieronder, want dit kan nog open, is op zich niet heel erg netjes. Alleen dit zijn niet echt spullen die ik heel vaak gebruik. Dan hoef ik het ook niet per se op te ruimen, toch? Zoals je ziet liggen er draden, maar die liggen er sowieso, want anders doet die lamp daar het niet. Die moet ik even zien te verbergen, maar dat gaat wel goed komen, denk ik. Oké, we gaan van het hele nette deel naar het hele rommelige deel. En dit wil ik echt even goed gaan opruimen. Want ook die Polaroids die daar hangen, ja, ik vind het wel leuk. Maar ik wil toch eventjes iets anders maken. Dus ik ga proberen iets van te maken. Zoals jullie weten hing deze eerst daar, maar ik wil echt iets anders daar, om, ja, wat ik al zei. Dus ik wil nu deze daar gaan ophangen. Alleen er was één probleem, want ik heb maar één spijker en hier zitten die en die zitten zo. Dus ik ga proberen deze in het midden te doen. Ja jongens, ik ga het gewoon proberen. Ik zie wel of het gaat lukken, maar dan heb ik tenminste wel geprobeerd. Jongens, het is me gelukt, dat ding is eraf. Ik ga hem nu proberen in het midden te doen. Het is echt een wonder, maar het is me gewoon gelukt. Ik heb dus hier zo dat ding eraan gezet. Met behulp van een hamer. En die kan ik dus nu hier zo ophangen. Ik was alleen iets te hard met de hamer gegaan. Dus daardoor zitten hier nu twee soort van, ja, van die schroeven. Even hoe schattig dit eruit ziet. Ik vind het echt heel leuk geworden. Ik heb de lampjes daarbij gedaan. Ik vond het toch wel heel leuk. Zoals je zag heb ik daar net een kussen neergelegd. Ik vond het best wel origineel en ik vind het best wel leuk staan eigenlijk. Dus ik laat het gewoon lekker staan. Ik heb het al een keer eerder gehad, maar toen heb ik hem er toch weer afgehaald. Maar ja, ik vind het wel leuk staan, dus ik laat hem er gewoon op. Ik moest er toch nog iets hebben, dus waarom niet?
gaan nu weer verder naar het volgende deel. En dat is dit deel. Hier ligt ook nog wat troep. Ik ben heel blij met hoe netjes de kamer nu is geworden. Ik ben ook hier heel erg blij mee. Wat daarboven hangt, vind ik er zelf best wel leuk uitzien. En het is toch weer even wat anders dan wat er was. Dus ja, ik vind het zelf heel erg leuk. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je nou leuk, doe dan zeker eventjes een duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Doei!